Yeah. Not easy. Hoppa. Kom jij er goed op, hè? Ja, want het wordt echt lastig. Bijna. Achter gemeente. Ja. Ik ben er klaar voor. Por favor, dear.
Ja. Ik heb Jörg Griesman hier een hele mooie uitzending gemaakt. Is Jörg Griesman? Jörg Griesman. Die man is geboren in Hamburg. Ja. Hij heeft gewerkt voor de NATO. Uh-huh. Als je kwam hij in België terecht. Uh-huh. En daar heeft u een vrouw zwanger gemaakt. Uh-huh. Die heeft volgens de relatie aangegaan met een pedoseksuele klootzak. Die aan de deur had gedonderd. Ja. En nou zorgt hij voor zijn moeder. Je hebt een geamputeerde rechterbeen. Ja, hij weigert om die vrouwen naar het gemeentedinges te bedoelen. Ja. Mijn moeder, zo is dat. Oh, dat is ja. En met hem heb ik begonnen om het boek Rulers of Evil van Frederik Soos in te doen. Gepubliceerd in 1999. Dat is alleen maar geschiedenisletter. Ja. Maar de laatste drie uitzendingen doen we gewoon Bijbel lezen. Ja. Dat is wel leuk. Ja. Rulers of Evil, als ik dat nou Jurk ga doen, dan moet ik echt een uur van tevoren moet ik met de Google Translate dat begrijp ik ook niet van. Precies. Terwijl de Bijbel je achter moet zetten. Ik ben een onvoorbereid inzak. Kan je? Is dat nu? Die moet ik doen. Oeh, dat is nog even. Het is weer. Maar ik vind de zang wel mooier klinken door dat apparaat. Ja, hier heb je een soort van een volle. En jij ziet volgens mij veel power, meer power. En dat je er meer zin in hebt, lijkt het wel. En het heeft wel iets. Ja. Ja, af en toe moet je gewoon een koolmuziekaal erbij doen, wel even dingen. Kijk, ik zeg ook echt, want als je naar die oorspronkelijke opnames luistert, speel ik daar niet zoveel gitaar. Nee. Zit nou veel meer dan dat je. Ja, maar dan speel je toch basbank? Bij de opnames, wat? Ja, bij de eerste. Ja, bij de eerste, ja. Nee. Gewoon de. Ja. Opnames van vier man sterk. Dat doe ik niet zoveel gitaar.